Saint-Jean McLeod, schrijfster van historische romans, heeft gisteravond een eredoctoraat van de Anton de Kom Universiteit Adekus ontvangen. De faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft besloten aan de 87-jarige McLeod het doctoraat honoris causa toe te kennen op grond van haar verdiensten om de Surinaamse geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Haar cv en haar inspanningen werden voorgelezen op het gebied van de Surinaamse geschiedenis. McLeod haalde het belang dat een volk over zijn eigen archieven moet beschikken aan. Hoewel archieven geen garantie bieden dat een volk zijn geschiedenis kent, wijst McLeod erop dat dit een mogelijkheid is om het verleden te bestuderen en te onderzoeken. En vooral om de geschiedenis te schrijven vanuit de eigen Surinaams perspectief. En van harte hoop ik dat niet alleen historici, maar ook andere Surinamers gebruik maken van deze mogelijkheid. En dat dit zal bijdragen tot meer kennis over onze geschiedenis, zodat ons zelfbeeld minder gevormd wordt door mythen en stereotypen en geschiedverhalen van niet-Surinamers. McLeod had het verder over de ontwikkelingen op het gebied van geschiedschrijving. Ze wees erop dat veel dat geschreven is niet vanuit een Surinaamse perspectief is geschied. Daarnaast zou de werkelijke situatie niet in voldoende mate zijn aangegeven in deze publicaties. Slavernij en de vele slaven die op de plantages werkten kwamen sumier aan de orde. Daarover werd hoogstens vermeld dat de slaven een inhumane behandeling hadden, dat er soms opstanden waren en dat enkele opstandige slaven wegliepen en zich in het bos schuil hielden. Soldaten, gestuurd door de Sociëteit van Suriname, kwamen in grote getale naar Suriname om tegen deze marons te vechten. Zelfs in 1975, het jaar dat Suriname onafhankelijk werd, was in de geschiedenisboeken van het basisonderwijs het lesje over de marons slechts een halve pagina lang. En wat waren die marons toch slechterikken, die plantages aanvielen en directeuren vermoorden. In de geschiedenisboekjes van het katholieke onderwijs eindigde dit lesje met de mededeling dat de marons zo slecht waren omdat ze de Heer nog niet ontdekt hadden. Het eredoctoraat is in de aula van de universiteit en de hervormde kerk aan het kerkplein aan McLeod uitgereikt.